Baie dankie vir die geleentheid, broeders en susters, om vanoggend die woord van die Here hier by hierdie doopgeleentheid te verkondig. Ek hoop dat het voor ons allemaal waarlike ontmoeting met die Here onze God zal wees. Kom ons begin ons eredienst samen met hierdie woorde. Stuur die lig en die waarheid dat die my lei en my bring na die heilige berg, na die woning. Laat mij ingaan naar die altaar van God, die God oor wie ik wil jubel en juig, dat ik u kan loof, o God, my God. Amen. Genade vir u geliefdes en vrede van God ons Vader en ons Here Jesus Christus, deur die troostvolle gemeenskap van die Heilige Gees. Amen. Kom ons sing saam tot lof van die Here, Psalm 148, die tweede beruiming of die omdigting, Psalm 148 vers 1, 2, 7 en 9. Prys uit die hemele die Heer, gee engele aan hom die eer, prys son, prys maan en prys hom ster, die hemelwesens hoog en ver. Ons sing die lof aan die Here onze God, Psalm 148 vers 1, 2, 7 en 9 en daarna bely ons ons geloof saam. Ek glo in God die Vader, die Almachtige, die Skepper van hemel en aarde, en in Jezus Christus, sy eniggebore Seun, ons Here, wat ontvang is van die Heilige Gees, gebore uit die maagd Maria, wat gelei het onder Pontius Pilatus, gekruisig is, gesterf het en begrawe is, wat die angste van die hel tot die dood toe ondergaan het, wat op die derde dag opgestaan het uit die dood, opgevaar het naar die hemel en sit aan die rechterhand van God, die Almachtige Vader, waar vandaan hy sal kom om die levendes en die dooies te oordeel. Ek glo in die Heilige Gees. Ek glo in een heilige, algemene, christelike kerk, die gemeenskap van die heiliges, die vergeving van sondes, die opstanding van die lichaam en een eeuwige lewe. Amen. Broeders en susters, ons gaan nou luister na die wet van die Here, soos wat het aan ons voorgehou word uit Exodus hoofstuk 20. En daarna luister ons na die vryspraak wat aan ons verkondig word uit Romeine hoofstuk 3. Ons antwoord dan op die wet van die Here, onze God, die is saam te sing uit Skrifbreiming 9:1 vers 1, 10
in 11. Exodus hoofdstuk 20. Toe het God al hierdie gebooie aangekondig. Ek is die Heere jou God wat jou uit Egypte uit die plek van slavernij bevry het. Jy mag naast mij geen ander gode hê nie. Jy mag niet voor jou een beeld of enige afbeelding maken van wat in die hemel daar boe, of op die aarde hieronder, of in die water onder die aarde is nie. Jy mag hulle nie vereer of dien nie, want ek die Heere jou God, is onverdeelde trouw aan mij. Ek reken kinders die sondes van hulle vaders toe, zelfs tot in die derde en vierde geslag van die wat mij haat. Maar ik betoon mijn liefde tot in die duizendste geslag van die wat mij liefheet en mijn gebooie gehoorzaam. Je mag die naam van die Heere jou God niet misbruik nie, want die Heere zal die een wat zijn naam misbruik niet ongestraft laat blij nie. Zorg dat je die Sabbatdag heilig hou. Zes dagen moet je werken en alles doen wat je moet. Maar die zevende dag is die Sabbat van die Heere jou God. Dan mag je geen werk doen nie, nie jy of jou seun of jou dochter of die man of vrouw wat voor jou werk, of enige dier van jou of die vreemdeling bij jou nie. Die Heer het in zes dagen die hemel en alles daarin gemaakt, die aarde en alles daarop, die see en alles daarin. Op die zevende dag het hy gerus, en daarom het die Heer dit als gereelde rustdag geheilig. Eer jou vader en jou moeder, dan zal jij lang blijven woon in die land waar die Heere jou God voor jou gee. Je mag niet moord pleeg nie. Je mag niet echtbreek pleeg nie. Je mag niet steel nie. Je mag niet vals getuienis tegen een ander gee nie. Je mag niemand anders sy huis begeer nie. Je mag niet sy vrou begeer nie. Ook niet een slaaf of slavin, een bees of een donkie. Of enig iets anders wat van hom behoort nie. Broers en sisters, in die boek Romeine skryf die apostel Paulus dan, as hy skryf oor die feit dat niemand voor God regverdig is nie, dat ons allemaal schuldig staan onder die wet van God. Allemaal het afgedwaal, allemaal het ontaard. Daar is niet één wat goed doet, nie, zelfs niet één. Nie. Hulle keel is een oop graf, met hulle tongen bedrieg hulle, oor hulle lippe kom woorde so giftig so slange. Hulle mond is vol vervloeking en bitterheid. Hulle voete is vinnig om bloed te vergiet. Hulle laat een spoor van verwoesting en elende achter. Die pad van vrede het hulle nie leer ken nie. Ontzag vir God het hulle nie. Dit weet ons, alles wat Moses se wet sê, sê hy vir die wat die wet het. Niemand zal hem dus kan verweer nie, en die hele wereld is strafwaardig voor God. Daarom zal geen mens op grond van wetsonderhouding dier God vrygespreek word, nie, inteendeel. Dier die wet leer een mens wat sonde is. Dan skryf Paulus verder. Maar nou het die vrijspraak dier God, waarvan die wet en die profete getuig, in werking getree. Dit is die vrijspraak wat niet verkry word dier die wet te onderhou nie, maar dier in Jezus Christus te glo. God gee dit sonder onderscheid aan almal wat glo. Almal het gesondig en het nie deel aan die heerlijkheid van God nie, maar hulle word sonder dat hulle dit verdien, op grond van sy genade, vrygespreek vanwe die verlossing, dier Jezus Christus. Om het God gegee as offer, wat dier sy bloed versoening bewerk het, vir die wat glo. Hierdie het God getoon, wat sy vrijspraak behels. Hy het die sondes wat hy voorheen in sy verdraagsaamheid tydelik ongestraf laat bly het vergewe, maar hy het ook getoon wat sy vrijspraak in die teenwoordige tyd behels. Hy oordeel regverdig, deurdat hy elkeen vryspreek wat in Jezus glo.
Broeders en zusters, ik verkondig aan u die vrijspraak in ons Heere Jezus Christus. Voor elke een wat met een ware geloof, een vaste kennis en een onwrikbare vertrouwen aan hom vastgrijpt. Aan elke een verkondig ik die vrijspraak in hom. Die vrijstelling van Godse wet. Niet dat die wet opgeef is nie, maar nou is het niet meer een vloek oor ons niet, maar die richtlijn voor ons leven. Een leven van dankbaarheid omdat ons in Jezus Christus glo. Kom ons antwoord op die wet deur te sing uit Skrifbreming 9:1, vers 1, 10 en 11 en daarna bid ons saam. Heere onze God, ons kom in hierdie ochtend voor u met diep dankbaarheid dat u ons veilig bewaar het in die nacht wat voorbij is. Ons dank u, Heere, dat u ons leven so rig, dat ons hier bij elkaar kan wees, om versterkt te worden door uw woord, om opgebouwd te worden in die geloof. En daarom bid ons, gee aan ons die genade dat ons elke dag en elke ochtend mag opstaan met die wete van een oorvloedige dankbaarheid teenoor u. Want Heere, soos een mens ouder wordt, besef een mens al meer dat die cirkel op aarde nooit heeltemal voltooi is nie. En al die goed wat u gee, en alles wat u voor ons in hierdie sonde vervallen wereld tot stand brengt, blij ons nog steeds kinders, mensen wat onder die sonde gebuk staan. Ons dank u, Heere, dat ons mag opkijken naar u toe, met die wete dat dit wat gebreek is, dat die cirkel wat voor ons nooit hier op aarde volkomen rond wordt in ons leven nie, reeds in Christus voor ons voltooi is. Ons dank u, Heere, dat ons
mag leven met die vaste geloof en die vertrouwen dat alles wat hier halve werk is, dit wat achtergelaten is, Heere, alles wat ons in zonde, in een onkunde, niet kan of wil doen, nie, ons niet toegereken wordt, nie, omdat U naar ons kijkt en ons Heere Jezus Christus. Heere, vergeef ons dit alles. Maar wil U ons nou die vermoeën gee, juist door die verkondiging van U woord, die middel waardoor U ons ophef, dat ons niet zal leven alsof die zonde met macht en met kracht oor ons heers nie, maar dat ons leven zal blijken, dat het de kennis zal geven dat ons in U verlos is, dat die nieuwe leven waarlijk voor ons aangebreek het. Wil U gee, o Heere, dat ons leven zal getuig van ware dankbaarheid, zelfs van vreugde, omdat ons U ken, omdat U ons niet voorbij gegaan het nie. En dan, o Heere, gee U Geest voor ons in oorvloed. Rig ons op U woord, elke dag, in al ons oorwegingen wat ons moet doen, wat ons moet sê, vervul ons met U Geest, dat ons een licht zal wees wat skyn, sout wat niet verslaan nie. In dit alles bid ons, Heere, gee aan dominee Griffel en Koos, die ouderlinge, die diakens, die kracht van U woord in hulle harte en op hulle lippe, om U volk so op te bouwen. Gaan met elke gemeentelid, dat die heerlijkheid van U regering in ons een harde, maar een heerlijke werkelijkheid voor ons mag wees. Heere, gaan met hierdie land, gee insig en wijsheid en al die verskeerdheid en al die kwaad wat daar is. En laat ons, al is het op die allerlaagste vlak van die samenleving, een besef hee van een roeping wat U gee, dat ons ook een verantwoordelijkheid hier het waar U ons plaas, om U te dien tot voordeel van die gemeenskap. Ga met U kerk oor die wereld, U kerk onder verdrukking. Gee, o Heere, mildelik U genade en laat U koninkryk kom. Laat ons in die verwachting leef van die volheid wat moet kom. Spoor ons daartoe aan. Heere, wil U dan in hierdie ochendienst, waar ons ons voor U verootmoedig, waar daar het doop bedien word, bij ons wees. Hef ons op, neem ons op die vleuels van een arend, dat ons verder als die verste horizon mag kijken om U in alle heerlijkheid te zien, waar U regeer aan die hand van die Vader.
Versterk ons dan vir die dag en vir die week. En sien alles wat in hierdie gemeente gebeur, om Jezus Christus ontval. Amen. Broeders en susters, ons lees vanochtend saam uit Matteus 13. Ons lees daar van vers 52 en dan 2 Korintiërs 4 van vers 7 af. Net hierdie enkele vers uit Matteus 13. Hy sê te vir hulle, so is elke skrifgeleerde wat 'n leerling word in die koninkryk van die hemel, so is 'n huiseienaar wat uit sy eie voorraad uit sy voorraad, nuwe en ou dinge tevoorskyn bring. Dan lees ons verder uit 2 Korintiërs 4 van vers 7 af. Ons wat hierdie skat in ons het, is maar kleipotte wat makkelijk breek. Die kracht wat alles oortref, kom dus van God, nie van ons nie. In alles word ons verdruk, maar ons is nie terneergedruk nie. Ons is oor raad verlee, maar nie radeloos nie. Ons word vervolg, maar nie deur God verlaat nie. Op die grond neergegooi, maar nie vernietig nie. Die sterwe van Jezus dra ons altyd saam in ons lichaam, sodat ook die lewe van Jezus sigbaar kan word in ons lichaam. Voortdurend word ons wat lewe, terwille van Jezus uitgelewer aan die dood, sodat ook in ons sterflike bestaan die lewe van Jezus sigbaar kan word. Dit beteken, dat in ons die dood aan die werk is, maar in julle die lewe, daar staan in die skrif, ek het geglo, daarom het ek gepraat. Ons het dieselfde gees wat die geloof wek, en ons glo, daarom praat ons ook. Ons weet immers dat God, wat die Here Jezus uit die dood opgewek het, ons ook saam met Jezus sal opwek, en ons saam met julle voor sy troon sal stel. Ons doen dit alles om julle ontwil, sodat die genade van God steeds meer mense kan bereik, dan word die dankgebede ook meer en God ontvang die eer. Ons wat hierdie skat in ons het, is maar kleipotte wat makkelijk breek. Die krag wat alles oortref, kom dus van God. Broeders en susters, ons teks gaan oor 2 kernpunte. Dit gaan oor 'n skat in kleipotte. Die skat en die kleipot. En as ons dit saam lees met die teksgedeelte in Matteus 13, dan kan ons aan die begin van hierdie preek 2 kort punte stel. Die skat waarom het gaan in die evangelie, is die koninkryk van die hemel. Dit is wat Jezus Christus aan ons kom openbaar, deur sy werke en sy prediking. Die koninkryk van God het gekom. Ons kan ook 'n tweede punt hieruit maak. Die skatkamer waarvan hier sprake is in Matteus, is die Heilige Gees.
Het is die schatkamer, het is die Heilige Geest, wat die schat geeft, wat het bewerkt, wat het koester, wat dit uiteindelijk in stand houdt. Nou sê ons tekst. Ons wat hierdie skat in ons het. Het u al daaroor gedink? Dit beteken, ons het die koninkryk van die hemele in ons. In die oomblik as ons van die koninkryk praat, broeders en susters, dan praat ons van iets vreemds. Iets baie keer wat jy in jou gedagtes kan conceptualiseer, jy wil het met jou hand vat en dan voel het asof het uit jou vingers uit wegglip. Die koninkryk van God is een vreemde rijk. Dis iets anderster as een koninkryk hier op aarde, en toch is daar soveel ooreenstemmings. Het is nie een rijk met de politiemag, of een rechtstelsel, of een klomp wette nie. Daar is nie statute en wette om het in stand te hou nie. Die koninkryk van God, broeders en susters, is een rijk in ons hart. Het is een koninkryk wat gebouw wordt op oortuiging, geloof en aanbidding. Die koninkryk van God, sê Jezus, het nabij gekom. Wat zou hij daarmee bedoelen? Hij is dan die koning van hierdie rijk. Hij het so na bij zijn disciples gekomen, hij samen met hulle geleef. Onder die sterren hemel, daarna bij Jeruzalem in die omgeving, het hy onder die sterren samen met hulle geslaap. Hij het samen met hulle geloop en hy het samen met hulle geëet. Hulle dag vir dag sy woorde gehoor, hulle by hom geleer. Hulle het selfs aan hom geraak. Maar hy sê, die koninkryk het nabij gekom. Die skat wat in julle is, het nabij gekom. Broeders en susters, wat bedoel hy? Kom ons sê so. Die koninkryk van God is die domein waar God regeer. Dit is sy regeringsdomein. Maar dit gaan nie hier. In die eerste plek, oor die plek, oor die geografische gebied waar hy regeer nie. As dit hier gaan om die koninkryk van God, gaan dit in die eerste plek oor 'n lewenswyse. In die wyse waarop ons lewe, kom die koninkryk van God na vore. Dit kom tot uiting, dit word sigbaar. Kom ons sê dit anders, kom ons verbind dit met wat ons aan die begin gesê het. Die koninkryk van God is gebouw op wat ons glo. En hoe word hierdie koninkryk nou sigbaar? In het leven van geloof. Dit is wat Jezus bedoel. Die koninkryk het nabij gekom. Dit is nog niet in zijn volheid hier bij ons op aarde nie. Nog niet in alle heerlijkheid nie. Ons voel het aan onszelf, ons weet het, ons twijfel nog, ons is dikwijls nog ongehoorzaam.
onze soms. Soos dobberende poppe op die water, op die levensstroom, wat soos 'n leë bottel maar weer uitgestoot word. Maar dit alles kom nooit tot sy volle betekenis, hierdie negativiteit kom nooit tot sy volle uiterste nie. Daar is altyd 'n ligkant. Daar is weer 'n oplossing. Paulus noem dit uit eie ondervinding. Hy sê, in alles word ons verdruk, maar ons is nie terneergedruk nie. Ons is oor raad verleë, maar nie radeloos nie. Ons word vervolg, maar nie deur God verlaat nie. Op die grond neergegooi, maar nie vernietig nie. Sien u, broeders en susters, die koninkryk van God het naby gekom, maar het is nog nie in sy volheid hier by ons nie. Nog nie in sy volheid in ons teenwoordig nie. Christus het gekom. Hy is die gefolterde. Hy is die oorwinnaar. Maar hy kom terug om dan in alle heerlikheid te regeer. Dis die bedeling wat wag. Die bedeling waarvoor ons bid. Maar die put hiervan, die kern hiervan is in ons. In ons tydelike bestaan skyn die ewigheid reeds deur. Ons is maar kleipotte wat maklik breek. Die krake slaan deur ons. Ons is van die aarde gemaak, modder en klei. As 'n kleipot val, breek hy in skerwe. Met 'n skerf kan jy niks meer doen nie. Dit is wat die sonde aan ons gedoen het. Stikkend. Gebars. Verganklik. En so verskriklik nietig. Maar ons teks stel ons voor die twee komponente. Die skat in die pot. Aan die een kant gaan dit hier oor duursaamheid, kosbaarheid, oor skoonheid. En aan die ander kant tydelikheid, afskryfbaarheid en onsuurlikheid. Dis die twee komponente waaruit ons lewens bestaan. Die koninkryk wat naby gekom het, wat in ons is. Maar onsself, met ons tydelike liggame, met ons stikkende lewens, die kleipot. En dan sit Paulus daarin iets by. Hy sê, die krag wat alles oortref, wat van God afkom, nie van ons nie. Ons is maar kleipotte. Ons breek so maklik. Maar die krag waarom het gaan, kom van God. En hier, broeders en susters, is ons by die geheim. Ons kan geen menslike verklaring hiervoor gee nie. Of het nou histories of sosiologies, of het bloot natuurwetenskaplik sou wees.
Die kracht waarom het gaan, om hierdie skat oop te dek, om het te activeren, om het in die wereld in te dragen, kom van God. Want hoe zou ons het verklaar, dat 12 mannen met die vis reek nog aan hulle kleren en handen, met die seewind van Galilea, dat 12 mannen die hele wereld kon beroer, dat uit gelapte seile en stikkende skepe die evangelie van Jezus Christus van daar af oor die hele wereld zou verspreid. Als mens aan Paulus denkt, waar lê die geheim van een man wat die wereld hier kruis het? Sendingreis na sendingreis. Wat direct daartoe bijgedraad dat die hele Europese wereld verchristelijk het. Dat die vlam van die evangelie daar kon brand. Die kracht van die koninkryk van God lê nie in hierdie mense nie. Broeders en susters, dit lê nie in ons nie. Die kracht wat alles oortref, kom dus van God. Iemand wat buiten hierdie brandkring staan, verstaan dit moeilik. Of glad niet. Voor iemand wat alleen met zijn verstand die gebeuren probeert peil, wat uit de natuur weet, daarvan probeert zin maak, voor hom bly hierdie dimensie een gesloten boek. Hij kan geen begrip vorm van hierdie weelde wat door arm sondaars uitgegiet word nie. Daar is nie een teleskoop wat die heelal inkyk en rationeel verklarings daarvoor kan bied nie. Die kracht van God wat alles oortref. Broeders en susters, daaraan kom nog een komponent bij. Want die kracht van God wordt in die Nieuwe Testament aangeduid als die Heilige Geest. Die kracht van God, wat aan die koninkryk van die hemele verbind wordt, is die Heilige Geest in zijn werking. Dit is die Heilige Geest wat die koninkryk, die skat van God in ons werk. Dit is die Heilige Geest wat ons laat gloeien. Dit is die Heilige Geest wat die nieuwe dimensie aan ons bekend maakt. Dat ons verder kan kijken als die verste horizon. Dat ons Jezus Christus kan zien. Om wat aan ons verkondig is, alsof hij voor ons staan. Dit is die Heilige Geest, broeders en susters, wat sag soos die môre dou, baie keer, sonder dat ons daarvan bewus is, diep en krachtig deur die woord in ons werk, deur die Geest self, bewaak God ons, baie keer teen jouself, tegen die wereld, tegen die aanslag van die bose. Godse kracht, waarmee hy hierdie koninkryk vestig, wat hy in ons harte bouw,
koninkryk van God. Broeders en susters, en as mens met hierdie perspektief daarna kyk, dan kan een mens sien, dit so visualiseer, dat hierdie koninkryk van God, wat op geloof gebou word in die harte van mense, deur die eeuwe een al hoe groter gebou word. Dit reik die hemele in en alles wat daar rondom gebeur, ons persoonlijke geskiedenis, die wereldgeskiedenis, die onstuimigheid van die politiek, die wereldoorloë, alles, is maar die steierwerke vir hierdie gebouw van God, vir Godse koninkryk wat tot stand kom. En wanneer hy kom, wanneer het vir ons openbaar gemaakt word, dat ons het kan sien, dan val hierdie steierwerke plat in ons midden, alleen sigbaar vir die geloofsoog, het God dan sy koninkryk gebou. Alles daar rondom word gesuiwer, een kant geskuif, en as het nodig is, een kant gegooi. Nou word die prent voltooi. Een skat, sê ons teks, die koninkryk van God, onverganklik en duursaam, ons, een kleipot met barste, breekbaar, verganklik, maar die krag wat alles oortref, die Heilige Gees wat ons rig en lei, wat ons troos en ons hoop gee. Broeders en susters, ons bedien vanoggend die doop aan 'n kindjie. Binne hierdie lyn, binne die verbondslyn, is dit juist wat aan ons bekend gemaakt word. God gee die skat vir ons. Die verbond is sy teken vir ons, die doop daarvan die sigbare. Ons, nog steeds 'n kleipot, maar het word nie van ons afhanklik gemaak om hierdie skat tot sy volheid te bring nie. Natuurlik is daar 'n verantwoordelikheid op ons. Natuurlik moet die ouers hulle verantwoordelikheid nakom. Maar broeders en susters, God laat dit groei. God gee sy gees. En daarom, waar dit om onsself gaan, waar dit om die doopsouers gaan, lê ons verantwoordelikheid daarin, om onsself in die kragkring waar die Heilige Gees werk te bevind, om God doelbewus op te soek in sy woord, om ons kinders te bring, om rondom sy woord opgevoed te word. Want die Gees werk daar. Wie van die woord af wegvlug, vlug van Godse Gees af. Wie hom by die woord bevind, bevind hom in die dampkring van die koninkryk van God, waar Godse Gees werk. Broeders en susters, laat ons dan rondom Godse woord, rondom Jesus Christus, die evangelie van Christus,
al ons werk en denken rig, tot opbouw en uitbouw van Godse koninkrijk. Kom ons luister dan naar die doopsformulier wat aan ons uiteengezet wordt in ons formulieren. En ik vraag dat voordat ons dit doen, die doopsouers alsjeblieft naar voren kom en ons nou als antwoord op die verkondiging sing Psalm 138, 1 vers 4. Gerard en Jani, die hoofsaak van die leer van die heilige doop word in hierdie drie punte saamgevat. Ten eerste, ons en ons kinders is in sonde ontvang en gebore en is daarom onder die toren van God, zodat ons nie in die rijk van God kan inkom nie, tenzij ons opnuut gebore word. Dit wordt aan ons geleer door die indompeling in en besprenkeling met die water, waardoor die onreinheid van ons siele voor ons aangewezen wordt, zodat ons vermaan wordt om een afkeer van onszelf te hee, ons voor God te verootmoedig en ons reiniging en zaligheid buiten onszelf te zoeken. Ten tweede, de heilige doop betuig en verseel aan ons die afwassing van die sondes die Jezus Christus. Daarom wordt ons gedoop in die naam van God, die Vader en die Seun en die Heilige Geest. Want als ons in die naam van die Vader gedoop wordt, betuig en verseel die Vader aan ons dat hij een eeuwige genadeverbond met ons oprig, ons tot zijn kinders en erfgename aanneem en ons daarom met alle goede dingen wil verzorgen en alle kwaad van ons wil afweer, of tot ons best wil beskik. En als ons in die naam van die Seun gedoop wordt, verseel die Seun aan ons dat hij ons in zijn bloed so van al ons zondes was, waarmee ons in zijn dood en opstanding inlijf, dat ons van ons sondes bevry en voor God rechtvaardig gereken word. Net so ook, as ons in die naam van die Heilige Geest gedoop word, verseker die Heilige Geest ons, dier hierdie Heilige Sakrament, dat hy in ons wil woon en ons tot lidmate van Christus wil heilig, dier tot ons eiendom te maak wat ons in Christus het, namelijk die afwassing van ons sondes en die dagelijkse vernieuwing van ons leven, totdat ons eindelijk onder die gemeente van die uitverkorenes in die eeuwige leven vlekkeloos gestel sal word. Ten derde, omdat alle verbonden uit twee delen bestaan, daarom wordt ons ook weer dier die doop vermaan en verplug tot een nieuwe gehoorzaamheid. Ons moet namelijk hierdie enige God, Vader, Seun en Heilige Geest aanhang, vertrouwen en lief hee, met ons hele hart, met ons hele siel, met ons hele verstand en met al ons krachten. Ons moet van die wereld afzien, ons ou natuur doodmaak en een godvruchtige leven lei. En als ons soms uit zwakheid en sondes val, moet ons niet aan die genade van God twijfel of aan die sondes bly lee nie. Die doop is immers een seel en ontwijfelbare getuienis dat ons een eeuwige verbond met God het.
En hoewel ons kinders hierdie dinge nie verstaan nie, mag hulle nogtans nie daarom van die doop uitgesluit word nie, aangesien hulle sonder dat hulle dit weet aan die verdoemenis in Adam deel het, en ook, sonder dat hulle dit weet, weer in Christus tot genade aangeneem word. So spreek God ook tot Abraham, die vader van al die gelowiges, en daarom ook tot ons en ons kinders, en sê, ek sal my verbond oprig tussen my en jou nageslag na jou, in hulle geslagte as 'n ewige verbond, om vir jou 'n God te wees en vir jou nageslag na jou. Dit betuig Petrus ook met hierdie woorde, want die belofte kom julle toe en julle kinders en allemaal wat daar ver is, die wat die Here ons God na ons sal roep. Daarom het God vroeger beveel dat hulle besny moet word, wat de seël van die verbond en van die geregtigheid van die geloof was. So het Christus hulle ook omhels, die hande opgelê en geseën. Omdat die doop nou in die plek van die besnijdenis gekom het, daarom die kinders as erfgename van die Rijk van God en van sy verbond gedoop word, en die ouders is verplig om hulle kinders terwijl hulle opgroei, hieromtrent breedvoeriger te onderrig. Om hier die heilige instelling van God tot sy eer, tot ons troos en tot opbouwing van die gemeente uit te voer, laat ons daarom nou sy heilige naam aanroep. Kom ons bid. O almachtige, ewige God, U het volgens U streng oordeel die ongelovige en onbedvaardige wereld met die sondvloed gestraf en die gelovige Noag met sy gesin, 8 mense, dier U groot barmhartigheid gered en bewaar. U het die verharde farao met al sy manne in die Rooi See verdrink en U volk Israel op droë grond daardeur gelei, waardeur die doop afgebeeld is. Ons bid U, kragtens U grondelose barmhartigheid, dat U hierdie kind van U genadiglik wil aansien en deur U Heilige Gees en U Seun Jesus Christus wil inlyf, sodat sy met hom in sy dood begrawe mag word en met hom in 'n nuwe lewe mag opstaan. Laat sy, terwyl sy hom dagliks navolg, sy haar kruis blymoedig dra en hom aanhang met opregte geloof, vaste hoop en vurige liefde, sodat sy hierdie lewe, wat tog niks anders as 'n voortdurende sterwe is nie, deur U getroos mag verlaat en op die laaste dag sonder verskrikking voor die regterstoel van Christus, U Seun, mag verskyn. Dit bid ons deur hom, ons Here Jesus Christus, U Seun wat, saam met U en die Heilige Gees, een enige God, leef en regeer in ewigheid. Amen. Ons vra die doopouers om nou op die volgende vraag te antwoord. Geliefdes in die Here Jesus Christus, julle het gehoor dat die doop 'n instelling van God is om aan ons en ons kinders sy verbond te verseël. Daarom moet ons dit vir hierdie doel en nie uit gewoonte of by gelowigheid gebruik nie. Dat dit openbaar kan word, dat dit julle gesindheid is, moet julle van julle kant op hierdie vraag opreg antwoord. Ten eerste, hoewel ons kinders in sondes ontvang en gebore en daarom aan allerhande ellende ja, aan die verdoemenis self onderworpe is, bly julle nogtans dat hulle in Christus geheilig is en daarom as lidmate van sy gemeente behoort gedoop te wees. Ten tweede, bly julle dat die leer van die Ou en die Nuwe Testament, wat in die artikels van die Christelike geloof vervat is en in die Christelike kerk hier geleer word, die ware en volkome leer van die saligheid is. Ten derde, beloof julle en neem julle julle voor om hierdie kind van wie Gerard jy die vader en Janie jy die moeder is, wanneer sy dit kan verstaan in die genoemde leer na julle vermoë te onderrig en te laat onderrig. Wat is hierop julle antwoord? Ons gee nou geleentheid dat Mia ingebring word vir die doop.
Mia de Beer, ek doop jou in die naam van die Vader en die Seun en die Heilige Gees. Amen. Almachtige, barmhartige God en Vader, ons dank en loof u, dat u ons en ons kinders, deur die bloed van u geliefde Seun, Jezus Christus, al ons sondes vergewe en ons deur u Heilige Gees tot lidmate van die enig gebore Seun en daardeur tot die kinders aangeneem het en dit aan ons met die Heilige Doop beseel en bekrachtig. Ons bid u ook deur hom, u geliefde Seun, dat u hierdie kind altyd met u Heilige Gees wil regeer, sodat sy christelik en godvrugtig opgevoed mag word en in die Heilige en in die Here Jezus Christus mag groei en toeneem, sodat sy u vaderlike goedheid en barmhartigheid, wat u aan haar en ons allemaal bewys het, kan bely en in alle geregtigheid onder ons enigste leraar, koning en hoëpriester Jezus Christus, kan lewe en moedig teen die sonde, die duivel en sy hele ryk kan stry en oorwin, om u en die Seun Jezus Christus en ook die Heilige Gees, die enige ware God, ewig te loof en te prys. Amen. Kom ons sing, terwyl julle hier bly staan, terwyl ons sing, die doopspaar toe en hulle kindjie, Psalm 128, die derde en die vierde vers, as seënbede, waarna julle weer julle plekke inneem. Broeders en susters, daar is nou geleentheid vir die diens van barmhartigheid, waarna ons sing Psalm 147 vers 2 en vers 4 en dan ontvang u die Seun van die Here. Is nou die diens van barmhartigheid, dan Psalm 147 vers 2 en vers 4.
God sterkte is nie soos mense mag wat huil van oorlogsperde wag, of van die bene sterk gebou waarop die krijgsman vast vertrou. Maar hul alleen kan onbehaag wat nederig na sy sterkte vraag, en hoe dit ook mag teeloop, hom vrees en op sy goedheid hoop. Psalm 147 vers 2 en vers 4. Gaan hier vandaan, geliefdes, met die verantwoordelijkheid wat Godse seën op u lê en leef daarin. Die Here sal julle seën en julle beskerm. Die Here sal tot julle redding verskyn en julle genadig wees. Die Here sal julle gebede verhoor en aan julle vrede gee.